voor wat er gisteren is gebeurd is verschrikkelijk en dit voelt goed om te doen, dus daarom doen we dit. Ja. Max en zijn klasgenoten van het Rudolf Steiner College ruimen de brokstukken op die zijn achtergebleven na de rellen van gisteravond. Daar, rond de Belgiëlaan, liep het compleet uit de hand. Ja, ik vond het echt wel eng ook. Dat het gewoon hier in de buurt was. Ik woon hier vlakbij en dat vond ik gewoon echt eng. We zitten hier verderop op het Rudolf Steiner College in het examenjaar. En ik reed vanochtend zelf met mijn fiets door het glas heen. Toen dacht ik, dat vind ik echt wel heel vervelend, ook voor anderen. En het is een hele grote troep. Dus hebben we aan de conciërge gevraagd of we vuilniszakken en bezels mochten lenen om het te doen. Dus we zijn hier met een paar klasgenoten heen gekomen. En er zijn nog wat omstanders die ook zijn gaan helpen. Nou, doet me weer goed dat ik dit zie. Ja. Dat stelt de burger weer een beetje gerust, hè? Ja. Dat deze mensen er ook zijn gewoon. En het andere is natuurlijk zinloos, dom gedoe. Grote vraag is hoe het nou zo uit de hand kon lopen in Schalkwijk. Bij Triple Threat, waar veel met jongeren uit de buurt wordt gewerkt, zijn ze zich ook rot geschrokken. Ik wil ook vooropstellen dat ik dit zelf en wij als Triple Threat dit gedrag ook echt afkeuren. Maar dat we het niet per se... Dat het ons niet verrast. Nu zijn ze de hele dag thuis. Het is moeilijk om ze te concentreren voor school. Ze kunnen niet naar sport. Ze kunnen niet zomaar naar hun vrienden. Eigenlijk wordt bijna alles wordt ze afgepakt. En zij zitten ook thuis gefrustreerd. Nick en zijn collega's doen er zoveel mogelijk aan om die frustraties bij de jongeren weg te halen. Door bijvoorbeeld rolmodellen in de wijk in te zetten. Het gesprek met ze aan te gaan. Fysiek of bijvoorbeeld in appgroepen. Een heel groot deel is wel thuis gebleven. Een heel groot deel is niet meegedaan. En ook een heel groot deel, wat ik ook zelf heb gezien van mijn eigen balkon, die stond er wel bij, maar die deed niks. Is het nog steeds niet goed, want je mag nog steeds niet naar buiten. Maar het is ook een beetje, het wordt natuurlijk heel erg gechargeerd ook. Het is ook fout, maar heel veel, die staan er ook gewoon om niet om te rellen, maar wel om te uiten van ik ben het er niet mee eens en het hoort niet zo. Ik kan begrijpen dat ik die avondklok, dat was voor mij ook een klap, weet je wel. Want ik wil ook gewoon nog 's avonds naar vrienden toe, zeg maar naar een vriend toe. Als ik daar zin in heb. Maar ja, als dat echt nodig is, dan doe ik dat. Ik vind, je mag er echt niet mee eens zijn. En je kan een mening hebben, dat vind ik ook helemaal dat mag. Ik heb zelf ook voor het klimaat geprotesteerd, maar dan gewoon netjes. Maar echt dingen slopen zou ik zelf niet doen. Dus ik snap ook niet hoe dat zo ver kan komen. Ja, walgelijk. Het is zo anoniem allemaal. En dat hele groepsgebeuren, hè, die dynamiek van zo'n groep, dat verergert het ook. Hè. Gelukkig geven deze jongens het goede voorbeeld. Heerlijk. Vind ik zo fijn. Haarlemse jongeren zouden bij de rellen steun hebben gekregen van leeftijdsgenoten uit Amsterdam en Hoofddorp. De politie doet daar nog onderzoek naar.